Renault Antwerpen. De auto's van stad. Het wetenschappelijk bonobo-onderzoekswerk in Plankendaal is op dit moment nergens anders ter wereld mogelijk. Om Vlaanderen te profileren als innovatieve regio, zet de Vlaamse overheid in op het toponderzoek en tekent het een akkoord van 5 jaar. Het onderzoek zal zich onder andere richten op genetisch onderzoek bij de bonobo's. Onderzoeken die we hier doen, die dragen eigenlijk bij aan onze kennis over de evolutie van de mens. Dus de bonobo's zijn zeker niet onze voorouders. Het is niet zo dat zij ooit een dag mens gaan worden. Het is ook niet zo dat onze voorouders zich zoals bonobo's moeten gedragen hebben. Maar door het gedrag van mensen te vergelijken met chimpansees en bonobo's, want dat zijn alle twee belangrijke mensapen, kunnen we iets leren over hoe die evolutie is gegaan. En dat met de nieuwste technologieën. Wat we de afgelopen 20 jaar hebben geleerd is dat bonobo's heel complexe dieren zijn die heel interessante gedragingen doen. We willen nu gaan onderzoeken hoe bewust zij zelf zijn van die gedragingen. En daarvoor willen we meer experimenten gaan doen met behulp van computers en touchscreens. Dat is eigenlijk heel vernieuwend. Gaan we testen hoe hun geheugen werkt en hoe lang zij bepaalde dingen kunnen onthouden. Het bestaande bonobo-gebouw wordt ook groter, zodat de groep bonobo's kan uitbreiden en dus ook ruimer onderzoek mogelijk wordt. Andere onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland zullen kunnen meegenieten van alle resultaten.